Vandaag zijn we bij de vleesproductenkeuring, hier in het expertisecentrum voor het slagersaanbod. En wat hier allemaal gebeurt, dat is eigenlijk wel heel bijzonder en dat gaan we jullie laten zien. We beoordelen het product aan de buitenkant, dus op de afwerking, op de kleur. Van daaruit gaan we de binnenkant beoordelen, dus we snijden het product aan, kijken of dat snit helder is, of dat er geen oneffenheden in het product zitten. En vervolgens kijken we naar de geur, de smaak en vervolgens ook nog vaktechnisch, hoe zit die in elkaar. Dat zijn allemaal punten die we meenemen in onze beoordeling. Het is heel belangrijk dat wij feedback geven aan de mensen die een product ingestuurd hebben, omdat ze gewoon op die manier hun product kunnen verbeteren. En dat is eigenlijk ook het belang van deze dag. Helemaal een doorsnee consument, maar dat komt omdat ik gewoon een vakgoeroe ben. Maar ik probeer me daar wel in te verplaatsen en ook hoe de smaken van in de wereld en in de tijd ook veranderen. En zo gaat dat dus. Wil jij je producten laten keuren door de keurmeesters? Dan kan dat. Meld je eigen dan aan bij het expertisecentrum voor het slagersambacht.